Joël neemt ons mee naar de Bar La Marina, waar we voor het eerst proeven van de cocktail Guarapo. Gemaakt van vers geperst suikerrietsap en een flinke scheut Cubaanse rum. Of beter gezegd, een half glas rum met een flinke scheut suikerrietsap. Dankzij Joël belanden we in een exclusieve sigarenclub. Hier zien we hoe sigaren met de hand gemaakt worden. The first lip, right, is for the combustion. You know what's the combustion? I'm curious. I learned for you to smoke them without going like this. The combustion. The combustion. The odor, when you smell it, the odor, the flavor, right, the coat. See, the coat and the overcoat. All those five things have to be blend perfect. Have to be blend perfect to him to able to come up with a high standard quality Cuban cigar. Right? That's the size of a Monte A, Monte Cristo. La orquesta que terminó, yo sé que a ustedes les gusta, que con ella se disfruta, no voy a decir que no. Ya que nadie se marchó, aguanten un poco, oigan cómo canto yo para que se vuelvan locos. Oigan cómo canto yo para que se vuelvan locos. Si ya bailaron, vuelvan a bailar. Y si cantaron, vuelvan a cantar. Si levantaron las manos, levanten la. Joël neemt ons mee op de Hop On Hop Off bus om ons het nieuwe stadsgedeelte te laten zien. Aquí no se mueve nadie, de aquel que se va no vuelve. Nadie se canse, que aquel que se cansa pierde. Aquí no se mueve nadie, y aquel que se va no vuelve. Que nadie se canse, que aquel que se cansa pierde. Nadie se canse. Om het avontuur compleet te maken, regelt Joël ons een echte Cubaanse taxi, normaal verboden voor toeristen. De taxi brengt ons naar het huis van Joëls schoonbroer. Hier kopen Lars en Nico illegale sigaren aan de helft van de prijs. Daarna nemen we afscheid van Joël, die de taxi de opdracht geeft ons te brengen naar de Paladar El Guajirito. Na de lunch verkennen we de stad nog op eigen tempo. Aquí donde está lo bueno, aquí donde está lo rico.